is TV Magazine van Gooi TV. Met deze week Holocaustherdenking in Gooise Meren, oneigenlijk gebruik van de Bussumse Bukbiep, fietsers met slechte of geen verlichting en deel 1 van de Nadense slinger van Foucault. Voorafgaand aan de raadsvergadering en enkele dagen eerder dan de nationale herdenking werd in het gemeentehuis van Gooise Meren voor het eerst een regionale holocaustherdenking gehouden met diverse sprekers en bijzondere muziek. Dames en heren, daar hebben we het vanavond over. En dat is iets wat een systematische uitroeiing was van Joodse medemensen en andere bevolkingsgroepen in de Tweede Wereldoorlog. En wat ik steeds niet kan bevatten is dat West-Europa, de bakermat van de beschaving, zeggen we allemaal, vol trots dat dit soort dingen hier hebben plaatsgehad. Het is verschrikkelijk. Het nazi-bewind groeide in de jaren 40-45 naar schatting 6 miljoen Joden uit, plus nog onvoorstelbare aantallen Roma en Sinti, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en homoseksuelen. De datum van 27 januari is door de Verenigde Naties gekozen omdat op die dag het vernietigingskamp richting Polen, Auschwitz, werd bevrijd, nu 74 jaar geleden. De gemeente Gooise Meren heeft een financiële bijdrage geleverd aan het Nationale Namenmonument dat in Amsterdam wordt gebouwd. En heeft ervoor gekozen zelf een plaquette op te hangen met een wat neutralere tekst. Mijn moeder bracht mij op 27 november 1942 naar school. En toen zei ze de woorden, tot vanavond en lief zijn hoor. Dat waren de laatste woorden die mijn moeder tegen mij zei. Deze avond was ook de start van een tentoonstelling die nog tot half februari tijdens kantooruren bekeken kan worden. Van een deel van de verdwenen kinderen zijn foto's bekend en ook was bekend waar ze gewoond hebben. Dan worden die foto's heel groot opgeblazen. In de tentoonstelling daar zie je ze op een heel paneel. Maar in de werkelijkheid was het niet meer dan dit. Zo 4 bij 5 centimeter en soms nog uit een album van een ander familielid. In de tentoonstelling krijgen zij zo een gezicht en een huis. Ze hadden onze buurjongens en buurmeisjes kunnen zijn. De Bukbiep in Naarden en Bussum is vooral bekend om zijn lage ingang. Daarom ook het eerste gedeelte van de naam. De Bukbiep komt het best tot zijn recht op een opvallende plek waar veel mensen komen. Een winkelstraat, in het park of bij een gebouw zoals een ziekenhuis, gemeentehuis, station, een speeltuin, etc. Het is een waardevolle plek waar uitwisseling van allerlei boeken plaatsvindt. Buurtbewoners zelf zijn samen verantwoordelijk voor de collectie en het onderhoud van het kleine biepje. Maar toch zijn er soms inwoners die zwerfafval achterlaten in de Bukbieps, zoals een 3D-bril, een stoel, een antiek porseleinen fruttenpers, een kaaskalender,
een certificaat van een cursus Latijn, tot aan documenten over een echtscheidingsprocedure van twee Bussemers en zelfs een flesje met een fluoriserende paarse vloeistof waarop stond niet openen. Hier is de BookBeep natuurlijk niet voor bedoeld. Maar zoals de slogan zegt, geef een boek, neem een boek, kun je een boek inleveren in de BookBeep voor de prijs van een andere boek. Eigenlijk inwisselen dus. Ondanks dat het in de avond en in de ochtend weer lekker lang licht is, is het nog altijd te donker om zonder fietsverlichting te rijden. Tientallen fietsers storen zich daar niet aan. Ze realiseren zich niet hoe onzichtbaar ze zijn voor de automobilist. Die schrikt zich te pletter als op het laatste moment een fietser opduikt, zonder verlichting en dan ook nog eens in een donker gekleurde jas gehuld. Ook plotseling overstekende voetgangers zijn nauwelijks te zien. Los van de veiligheid is het ook nog een erg dure grap. Wie deugdelijke fietsverlichting mist, betaalt €55 boete. Geen trapreflectie of reflecterende wielen, je betaalt hiervoor €35 en dan komen er ook nog eens €9 administratiekosten bij. Wie jonger dan 16 is, betaalt maar de helft van dat bedrag. Blijkbaar is hun leven minder waardevol. Met ingang van 1 februari is Naarden een slinger van Foucault-rijker. Wat dat is, wordt hopelijk de komende minuten duidelijk. Hoe het er precies uitziet, laten we in de volgende uitzending zien. Het is in de eerste plaats een aanvulling op het educatieve programma van het Weegschaalmuseum. Een week voor de officiële ingebruikname en openingshandelingen kregen de torengidsen uitgebreide uitleg en een sneak preview. Na afloop spraken we met een van de initiatiefnemers. De slinger van Foucault. Ja, een slinger, dat is een gewicht aan een dunne draad die opgehangen is. En voor de slinger van Foucault is het belangrijk dat die draad heel erg lang is en dus heel langzaam heen en weer gaat. En het bijzondere van zo'n slinger is dat de aarde die draait, die slinger niet mee kan nemen. Die slinger ten opzichte van de sterren, ten opzichte van de ruimte, houdt die slinger zijn slingervlak terwijl de aarde eronder doordraait. En wat je kan dus in een afgesloten ruimte waar die slinger hangt, kan je dus zichtbaar maken dat de aarde draait. Enkele jaren geleden tijdens een reis naar Suriname maakte hij kennis met de secondenslinger. Een uitvinding uit de jaren 1720-1740 waarmee de zwaartekracht kon worden bepaald. Die varieert namelijk afhankelijk van waar je bent. Ik was daardoor geïntrigeerd. En die metingen werden gedaan met de zogenaamde 1 seconde slinger. En met een vriend hier, een roeivriend, hebben we toen zo'n 1 seconde slinger nagemaakt voor het Weegschaalmuseum. En dat smaakte naar meer. En ik heb toen in die tijd gelezen over die slinger van Foucault. Ik kende natuurlijk de toren en die prachtige cement of marmeren ring die daar om dat luik heen zit. En toen dacht ik, god, dit is een ideale plek om ook zo'n slinger van Foucault op te hangen. Het heeft niks met de zwaartekrachtmetingen te maken, of met de 1 seconde slinger. Het is een totaal ander principe, maar je kan er dus de draaiing van de aarde mee aantonen. Dus als je op de Noordpool die slinger plaatst, dan is de toeschouwer die naar die slinger kijkt, die draait dus 360 graden in 24 uur rond. En dan terwijl die dus linksom draait met de aarde mee, ziet hij dan dat slingervlak rechtsom draaien met dezelfde snelheid. Dus dat begrijp je nog. Wat veel moeilijker is, is te begrijpen wat er op de evenaar gebeurt. Daar neemt de aarde, daar staat de as van de slinger, die staat loodrecht op de draaiing van de aarde. En daar wordt de slinger dus gewoon meegenomen met de toeschouwer mee en zie je geen draaiing. Daar werkt de slinger van Foucault niet. Maar daartussenin, daar gebeurt een combinatie van die twee effecten. Op de Zuidpool is het alles andersom. He, dus de aarde draait linksom, maar als je vanaf de Zuidpool kijkt, op de Zuidpool van buiten de ruimte, dan draait die daar rechtsom. Wat gebeurt er met de Naardense slinger van Foucault vanaf februari?
Wat we waarschijnlijk zullen doen, is dat we aanbieden dat op zondag, behalve de toren beklimmen, dat men ook de slinger van Foucault kan bezichtigen. En eigenlijk was dat het oorspronkelijke idee. Ik dacht, we gaan met een groep toeristen naar boven. We zetten die slinger in beweging. We gaan verder, nog een keer, zoveel trappen naar de toren. We komen na een half uur terug. En dan zien we dat de aarde gedraaid is. En dan zien we het verschil.